Zie hier de Wifi Music Player van Sitecom. Je sluit het apparaatje aan op je hi-fi of je home cinema set. En vervolgens kun je draadloos alle muziek streamen van welk apparaat dan ook. We gaan kijken wat er in de doos zit. De music player zelf met alle in- en uitgangen die we straks nodig hebben. De stroomtoevoer. Een optische audiokabel. Of de analoge kabel. En daarnaast staat alles uitgelegd in deze installatiegids. En dit is de inhoud van de verpakking van de music player. Dan gaan we nu de Wifi Music Player installeren. We hebben de keuze tussen een optische digitale verbinding, wat we niet gaan doen, en een analoge verbinding, waar we nu wel gebruik van gaan maken. Eerst pluggen we de rode en de witte achterop de stereo. En het andere uiteinde gaat in de stereo jack ingang. Dan wordt het tijd om stroom aan te sluiten. We steken de stekker in het stopcontact. En het uiteinde in de powerknop. Zoals je ziet gaat er nu een rood lampje branden. Hierachterop zie je de WPS. Dat is hetzelfde als een OPS-knop. Die hou je nu 2 seconden ingedrukt. En we wachten tot er wat gebeurt met het rode lampje. Kijk, die wordt nu blauw. Hij is blauw aan het knipperen. En dat betekent dat hij aan het zoeken is naar een ander apparaat met een OPS-functie. Dus ik ga ondertussen naar de router, klik daar op OPS, hou ik ook 2 seconden ingedrukt. En het lampje brandt rood, dus de connectie is gemaakt. Mocht het nou zo zijn dat je router geen OPS-functie ondersteunt, dan is het natuurlijk ook mogelijk om met de hand te installeren. Daarvoor pakken we even de iPad erbij. Klik op Settings. Vervolgens op wifi-instellingen en zoek de naam van het netwerk van de music player. Hier klik je op en nu ga je naar de browser. En typ hier de naam in van diezelfde music player. Je bent nu op de speler. Voer de username en password in en dat zijn in beide gevallen admin met kleine letters. Klik op sign in. En we zijn ingelogd. Ga nu naar Wifi Setup. Kies hier je eigen netwerknaam. Voer het wachtwoord in dat bij je eigen netwerk hoort. Klik op Connect. En we hebben verbinding. Je bent nu klaar om muziek draadloos af te spelen op je home stereo via AirPlay of DLNA. Voor AirPlay kan je onder andere gebruik maken van je iPad. Ga naar je homescreen. Veeg van onder naar boven om het bedieningspaneel te openen. Klik op het AirPlay-icoon en selecteer de Wifi Music Player. En dat is het. Voor DLNA kan je onder andere gebruik maken van de Windows computer. Ga naar Windows Media Player. Selecteer een liedje dat je wilt afspelen. Rechtermuisklik. Ga naar Play To. En selecteer de Wifi Music Player. Heb je muziek opgeslagen op verschillende DLNA-apparaten in je netwerk? Download dan de gratis Sitecom Media Controller app. Met deze app heb je eenvoudig toegang tot al je muziek en kan je direct afspelen op je home stereo via de Wifi Music Player. Veel plezier